tijdrit is het heel belangrijk om heel snel een ritme te vinden. En dan hopen dat dat ritme snel genoeg is. Als je echt constant moet zoeken achter het juiste verzet of na de bochten echt dat werken is om terug op tempo te komen, dan weet je dat je bezig bent met een slechte tijdrit. Als je een ritme vindt, dan is het ook wel vol te houden voor een hele tijdrit en is het mentaal iets gemakkelijker. Maar ja, zeker in mijn geval, meestal vind ik direct een goed ritme. En kan ik dat ritme vasthouden, ga ik zelden stilvallen. Maar als ik dan, als mijn ritme niet goed genoeg is, is het meestal ook wel moeilijk om nog een tandje bij te steken. Om een goede tijdrit te rijden moet je toch vooral in conditie zijn. Je moet je zeker jezelf kennen. Je moet tegen je grenzen aanrijden, niet erover gaan dat je stilvalt, maar je hebt ook niet te traag rijden. Dus moet je een beetje weten welk tempo je kan volhouden en moet je natuurlijk heel erg hard tegen jezelf kunnen vechten. Tijdrit is zeker een mentale oefening. Het is vechten tegen jezelf. Ik vraag altijd dat ze vanuit de auto goed gestuurd worden en dat ze niet veel dode momenten inschakelen. Al is het maar gewoon van oké, die cadans houden of proberen een tandje zwaarder te rijden of zo. Dat helpt om eigenlijk niet zelf te beginnen denken. Als je zelf begint te denken en die focus een beetje verdwijnt van de wedstrijd zelf, automatisch ga je trager rijden. Dus ik probeer gewoon te focussen, niet te veel naar cijfers kijken van wattage of hartslag. Maar echt puur op beenritme focussen en eigenlijk gewoon die concentratie houden. Ik ben nu niet echt extreem in mijn keuze voor materiaal, maar ik ben er wel op een gezonde manier mee bezig. Ik denk wel iedere prof die een beetje bezig is met zijn vakje, heeft toch een gezonde interesse in zijn materiaal. Je kan niet op een fiets springen en het zal wel in orde zijn en we vertrekken ermee. Nee, je moet toch een beetje bezig zijn met je materiaal. Het feit dat ik voor de 56 kies is puur een persoonlijke keuze, omdat ik dat persoonlijk beter draaien vind dan de 55. Daarom moet je niet altijd op een heel groot verzet op een 11 of een 12 rijden. Het is echt een persoonlijke keuze, iedereen heeft daar een ander idee van. Maar voor mij speelt dat toch wel een rol. Als ik de tijd heb en ik heb een tijdrit in het vooruitzicht, dan probeer ik wel iets meer die tijdritfiets te nemen. Nu de laatste dagen heb ik eigenlijk hoofdzakelijk mijn tijdritfiets genomen. Ja, dat hangt een beetje af van periode tot periode. In volle wedstrijdperiode is het soms moeilijk om echt die tijdritfiets te nemen. Een opwarming is heel belangrijk. Je rijdt niet echt volledig kapot. Sommigen maken de fout om zich kapot te rijden. Het is ook een beetje zoeken wat eigenlijk de ideale opwarming voor jezelf is in een tijdrit. Je moet de gezonde spanning op de spieren zoeken. Ook al een keer wat dieper gaan, dat je er snel je ritme vindt in een tijdrit. Want als je je opwarming te rustig neemt, heb ik het gevoel van dan vind je het ritme niet tijdens de tijdrit. Dus wat zoeken. Door de jaren heen, door de ervaring, vind je wel een ideale opwarming. Daar wordt ook al een beetje mee geholpen met een trainer is van probeer dit eens of probeer dat eens. Maar dat is wel, voor mij is het wel belangrijk dat ik een paar keer dieper ga. Omdat dan vooral iets langere inspanning dieper gaan is. Dan niet eens korte sprintjes, want dan ga ik dan kapot. Maar een tijdrit is wat ik daarna had. Een keer dieper gaan, maar ook dat zorgt voor de focus op die wedstrijd. Wat muziek in de oren en afzonderen van uw omgeving en puur focus op de wedstrijd. Kom op, zijn vertrokken hè. Focus, goed positie, aanhaas hè. Kom aan hè.
Ah, goed. Goed gedaan, goed gedaan. Kom op, hoe snel, hè? Kom op, hè? Kom op, hè? Concentratie. De eerste ronde zet erop. En we gaan hier niet eens een tijd pakken, hè? Kom op, hè? Niemand gaat er hier kloppen, hè? Niemand. Kom op, hè? Dat is goed, dat is goed, dat is erop. Kom op, hè? Kom op, hè? Oké, kom aan. Tempo zoeken en we zijn weg, hè? Ja, we zijn een Amerikaans team met heel veel verschillende nationaliteiten. En als je een nationale trui in de ploeg hebt, is dat altijd leuk. Er zijn verschillende nationale truien binnen de ploeg. En die zouden ze ook graag behouden. Het geeft extra uitstraling. En iedere overwinning die op een zeker niveau gehaald wordt, is toch een leuke overwinning. Dus dat leeft toch wel binnen de ploeg. Kom aan, hè. Goed, 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 goed. Kom aan, hè. Hier naar rechts. Goed, goed, goed. Kom aan, tempo zoeken. En hier een beetje verder op naar beneden. Nee, kom aan. Tweede tijd op 1 seconde van serie. Tweede tijd op 1 seconde van serie. Dus, we gaan ervoor, Christophe. Je gaat de enigste zijn die 3 keer kampioen wordt. Concentratie hier, kom aan. Oké, oké, altijd goed. Kom aan, altijd goed. Kom aan. En voor het derde jaar op rij, dames en heren, kampioen van België tijdrijden bij de profs. Champion Belgique contre la montre pour la troisième fois. Uw applaus voor Christophe van der Wallen. Ook de aanval die niet mag ontbreken voor Christophe van der Wallen, dames en heren.